Deze quote horen we regelmatig terugkomen in e-trainingen, uh, live-trainingen en coaching. Aandacht zorgt voor groei. Ik denk wel een van de belangrijkste, niet Pieter? Ja, het is wel iets wat ik heel vaak gebruik om de dood of reden. Dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus dat betekent dat als je de mensen van wie je houdt veel aandacht geeft, dan gaat die liefde groeien. Hè? Dat, dat die... Die relatie die gaat groeien. Op het moment wanneer je plantjes aandacht geeft, dan gaan ze groeien. Het is van, ja, zo hoort het gewoon. Um, geef je je werk aandacht, dan groeit je werk. Maar als je narigheid aangeeft, en dat doen we dan eenmaal heel vaak, we voelen wat wat we niet willen voelen en we geven dat aandacht. En dan wordt het groter. En daar zijn we heel erg goed in, om juist de negatieve dingen aandacht te geven. En dan worden de negatieve dingen, die worden gewoon groter en dat is zo zonde. Dus stel even voor, je voelt je hart eventjes stikken. En, en dat tikt even wat te hart en je geeft de aandacht aan rustig, rustig, rustig papa papa. Pap. En dat gaat echt, echt in een munvertijd als een gekke keer om de dood reden dat je onwillekeurig zenuw zelfs nog nooit zal accepteren dat je verstand zich daarmee bemoeit. En je verstand geeft aandacht. En dan worden je problemen gewoon wat groter. En uh, je gaat op een gegeven moment een beetje hyperventileren. Soms overkomt dat ook mensen. Ja. En als je dat aandacht geeft, dan gaat dat groeien. En dan ja. wordt het alleen maar erger. En, ja, en dan zeggen mensen bijvoorbeeld: ja, Nou ja, dan ga ik mijn ademhalersoefeningen doen. Liever niet. Want dan ga je er nog meer aandacht aan geven. Dus alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En dus, dat betekent ook voor de positieve dingen in je leven. En mijn advies is. Geef juist die positieve dingen aandacht. Geef aandacht datgene wat je doet. Geef aandacht datgene, datgene wat je mooi vindt. Geef aandacht aan datgene wat je prettig vindt. Geef aandacht aan je droom. Geef aandacht aan je doel. Geef aandacht aan die mensen van wie je houdt. Maar geef ook aandacht aan jezelf. En hou van jezelf. Dus. Aandacht zorgt er eenmaal voor groei. Maar geef nooit aandacht aan die dingen die je niet wilt. En geef nooit aandacht aan de dingen die je niet wilt voelen. En geef nooit aandacht aan pijn. En, ja, en geef zeker nooit aandacht aan angst, want het gaat groeien. Geef aandacht aan de positieve dingen. Zo simpel is het.